De heer Dek. Voorzitter, even over het VVD-profiel van de heer Wilders. Hij zei het net zelf, dus dat was wel een mooie verspreking die ook passend is bij het onderwerp waar ik over wil beginnen. Namelijk de zorg voor mensen. En ik benadruk hier de zorg voor mensen. Afgelopen week had u de kans om een voorstel te steunen om de 310 miljoen euro die wordt bezuinigd op de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg terug te draaien. Die handjes van die VVD'ers, ook in het uiterst rechtse vak, die bleven naar beneden. Die bezuiniging is ingeboekt. 4,4 miljard euro van de bezuinigingen op de zorg voor mensen van het vorige kabinet heeft u niet teruggedraaid. Sterker nog, u verhoogt het met 1,2 miljard euro aan bezuinigingen voor de zorg voor mensen. Waar bent u in vredesnaam mee bezig, meneer Wilders? Nou, we zijn bezig met een geweldig kabinet met geweldige maatregelen. Ze zijn niet allemaal pijnloos, daar heeft u gelijk in. Er zit bijvoorbeeld ook, wat is het, 600 miljoen in wat extra naar de ouderenzorg gaat. Dat noemt hij dan gemakshalve niet. Maar er zit ook pijn in de curatieve zorg wordt inderdaad bezuinigd met allemaal hoofdlijnplannen of weet ik hoe het heet. Dus het is niet allemaal een feest, dat ben ik met u eens. Maar we krijgen wel heel veel voor elkaar. En ik heb u dat de vorige keer ook gezegd. Hè. We hebben voor elkaar gekregen dat het eigen risico voor 60% wordt bevroren. En dat leidt inderdaad tot een verhoging van de premie. Maar dat wordt weer gecompenseerd door een lagere inkomstenbelasting. Daar besteden we ongeveer 3,5 miljard aan voor een lagere premie voor de ondernemers. En voor een deel wordt dat gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. Dus voor het eerst eigenlijk in de geschiedenis gaat dat eigen risico dankzij de PVV met 60% omlaag nadat we dat de komende twee jaar bevriezen. Nou, dat heeft de SP nooit voor elkaar gekregen. Dat hebben wij voor de mensen, meneer. Voor de mensen hebben dat voor elkaar gekregen. We gaan bovendien, voorzitter, hebben wij in 2025 en 2026 nog twee keer 2,5 miljard voor diezelfde mensen, omdat het eigen risico pas over twee jaar wordt ingevoerd, hebben we aan lastenverlichting. Dat is 5 miljard bij elkaar aan lastenverlichting voor de burgers. We verhogen de huurtoeslag, we verhogen het kindgebonden budget. Er komt een kwart miljard, een half miljard structureel voor de groepen in de knel. We verlagen voor de mensen thuis de energiebelasting. De accijnsverlaging op brandstof, die gaat op 1 januari gewoon door nog een jaar. Dus het wordt niet verhoogd. We hebben ook nog een keer voor de werkenden, hè, ook een hele belangrijke groep in Nederland, hebben we 2 miljard en lastenverlichting voor de koopvracht. De kinderopvang blijft gratis. Dan komt de compensatie van studenten. Daarvoor zal ik ze ophouden, want ik zie dat de heer Dijk nu al spijt heeft van zijn vraag. Maar er zijn heel veel momenten en heel veel maatregelen die we juist voor de mensen doen. En u zit al wat in de oppositie. U doet helemaal niets voor de mensen. Dit noem ik zuur rechts. En ik zal u zeggen waarom. U ontwijkt mijn vraag en u weet het. U weet het. U halveert inderdaad het eigen risico. Te laat. Veel te laat. Belofte was ook om het helemaal morgen af te schaffen. Doet u niet. Die discussie hebben we gevoerd. Ik vroeg u specifiek naar de zorg voor mensen. Ik heb het niet over lastenverlichting. Ik heb het over de zorg voor mensen. Ik wel. Nou ja, nu, als u me even kunt laten uitpraten. Ik dacht u net een hele tirade houden met een soort succeslijstje. Gefeliciteerd. Dank voorzitter, het gaat over de zorg voor mensen. Ik sprak Jan uit Rotterdam afgelopen dinsdag. Die zei, ik werk in de gehandicaptenzorg en die 310 miljoen euro bezuinigingen daarop, het kan gewoon niet. En u gooit er nog een keer in totaal op de zorg voor mensen. 4,6 miljard euro bij op deze kabinetsperiode. U doet dat, meneer Wilders. En laat ik dan de volgende vraag stellen. Er komen meer tekorten aan. Dat weten we ook, daar moet binnenkort een beslissing over worden genomen. Zeker. Tekorten op Tenet. Extra geld voor het toeslagenschandaal, terecht dat het opgelost wordt, weer miljarden. We weten ook dat de vermogensbelasting kapot is. Ook een scheur in de broek van meer dan 4 miljard euro. In totaal loopt dat op naar 8 miljard euro. Of meer. En dan is mijn vraag aan de heer Wilders. Volgens de systematiek die nu in het hoofdlijnakkoord zit. Bent u bereid om voorstellen te gaan doen dat dit kabinet wat er nu eindelijk zit, de zorg gaat ontzien voor verdere bezuinigingen? En daar
het daar gaat halen waar het zit. Waar die grootste vermogens, waar ik u de volgende keer op interrumpeerde, die u aan het pamperen bent en waar u nog geen euro aan extra bijdrage aan vraagt. Bent u bereid om samen met mij een voorstel te doen dat we de regering oproepen om niet verder te gaan bezuinigen op de zorg? Geen enkele euro meer bezuinigen op de zorg dan dat er nu al gepland staat. Kijk, voorzitter, de collega van de SP, de heer Dijk, heeft het weer de hele tijd over die hogere inkomens. En meestal heeft hij het dan over de grote... Vermogens heb ik het gehad, voorzitter. Even de juiste woorden gebruiken. Het woord is aan de Wilders. Heeft hij het over de hogere inkomens en misschien ook vermogens, maar in ieder geval allebei. En dan gaat hij daar weer allemaal zeggen van, nou ja, dat doe je te weinig aan. En dat groot kapitaal en allemaal van die Noord-Koreaanse teksten komt hij dan mee. En dat mag allemaal. Maar het is bezijden de waarheid. Want we hebben gezien... En ja, ik vind het niet leuk om het voor de VVD te herhalen, maar ik moet het nu wel doen. Uit het CPB blijkt dat die plusjes en die koopkrachtwinst meer bij de lagere inkomens zit. De lagere inkomens profiteren meer van het positieve beleid van dit kabinet dan de hogere inkomens. Gelukkig doen we ook heel veel voor werkenden. Ik zei al net, die 2 miljard voor werkenden, dus dat komt er ook bij. Dus uw hele beeld, dat er alleen maar wordt gepakt bij de mensen en dat de hogere vermogens dan meer krijgen en dat dat allemaal ten nadele zou komen van de lagere inkomens, is gewoon een platte leugen. Een platte politieke leugen van u. Want het CPB zegt dat de lage inkomens, dat die meer profiteren van dit pakket. Iedereen komt in de plus. Iedereen gaat erop vooruit. Oké, u heeft gelijk. Er zal misschien deze zomer nog extra maatregelen moeten worden genomen. Ik zeg daarover, voorzitter, tegenover tegenvallers zijn ook meevallers. En ik hoorde de minister van Financiën toen hij nog toen hij kandidaat-minister was, hoorde ik hem zeggen, ja, tegenover iedere meevaller zit een tegenvaller, kan ook een meevaller staan. En we gaan deze zomer gaan we dat bestuderen en kijken wat we daarvan kunnen maken. En dan zien we op het einde van de rit van de zomer, zien wij wat er gebeurt. Dus uw verhaal klopt niet. Natuurlijk, hoe minder wij kunnen bezuinigen op de zorg, hoe beter. Dat is inderdaad niet overal helemaal gelukt. Ik zal er ook minister Agema van Volksgezondheid zeggen, ja, inderdaad, ik krijg geen pot geld mee. Maar er gaat zoveel geld in mijn begroting om, dat ik misschien ook wel wat kan halen door te herprioriteren op een aantal posten. Dus ja, u kunt me uitlachen, maar u zit er weer dus drie keer naast. Zowel over de zorg zit u ernaast, als over de inkomens zit u ernaast, als over uw communistische ideeën zit u ernaast. Ten slotte. Dit was precies dezelfde reactie van alle VVD-bewindslieden de afgelopen jaren als het over de zorg ging. We gaan herprioriteren, herschikken en al dat soort Haags verhullende taal voor keihard bezuinigen. Ik heb het gewoon heel perfect, je kan het allemaal nalezen, 4,6 miljard euro meer bezuinigen op de zorg voor mensen. En trouwens, over die inkomens, u zit ernaast, meneer Wilders. U zit ernaast. De allerlaagste inkomens gaan er 0,2% op vooruit. Dat is €3,50 per maand. En dat daar staat tegenover dat de allerhoogste inkomens de 1,7% op vooruit gaan, wat zo'n €85 per maand is. U zou zich daarvoor moeten schamen als u een campagne heeft gevoerd over bestaanszekerheid. U pampert de rijken, de hoge inkomens. En nogmaals, u heeft geen antwoord gegeven op mijn vraag. Gaat u samen met mij, bent u bereid om een voorstel te doen richting dit kabinet wat er nu zit, om bij een nieuw te maken regeerakkoord een voorstel te doen om niet verder te bezuinigen op de zorg? Ja of nee? Godzijdank hoeven we met de SP geen regeerakkoord te maken, dus het antwoord is nee. Maar toch even terug op uw leugens als het gaat om de inkomenseffecten. Ik heb hier voor me een stuk van het Centraal... volgens mij ben ik nu aan het woord. Ik heb hier voor me een stuk van het Centraal Planbureau. Daarin staat de effecten van totaaleffecten, inclusief het hoofdlijnakkoord. Daarin staat dat werkenden er 0,8% op vooruit gaan en de uitkeringsgerechten de 0,9. En dan staat er een tweede tabel naast. Wat komt nou door het hoofdlijnenakkoord? Dus niet het basispad, een beetje ingewikkeld, voorzitter. Maar wat is nu het effect van het hoofdlijnenakkoord, van het coalitieakkoord? Dan zie je dat de werkenden plus 1 gaan en de uitkeringsgerechten, de gepensioneerden plus 0,3 en de uitkeringsgerechten 0,5. Nou, wat je daar ook van vindt. Het is het tegendeel wat u net zegt. Heel kort. Ja, voorzitter, ik vind het een beetje flauw om het over liegen te gaan hebben. Want dat zou ik ook aan de lopende band kunnen gaan doen. En ik heb nog steeds geen antwoord gekregen op mijn vraag. Heeft u gehad, alleen dat bevalt u niet. Bedankt voor het kijken naar Arnoens. Tot de volgende keer.